Hey mensen, het is je boy RVLN. Hey, voor nu, jullie weten sowieso nou wel. Nou mensen, vooral kijken. Ik ben hier zo, ik bevind me bij de paarden zoals jullie zien. Ik heb mijn rugzaktas even hier neergezet op de fiets. Het is volgens mij boven de 27 graden, 30 graden zoiets. Nou, wij gaan... Ja, dames en heren, zoals jullie zien, ik word bij de paarden aangekomen van de hieruit. En ja, ik moet wel zeggen, ik heb deze keer breedhoek lens niet gebruikt, maar wel de zoom lens. En ik kon die afstand paarden best wel nog net op beeldkaart brengen. Ja, we gaan kijken of wij de paarden kunnen spotten met de zoomlens. En dit is de beeldscherm die ik krijg. Even kijken. Krijg ik hem iets scherper dan nu? Dit is die beeldkwaliteit die ik had. Ik had mijn standaard net niet meegenomen op die moment. Want ja, anders neem je best wel enorm veel mee. Maar met de tijd mee zal het wel goed komen. Ja, je kan de beelden van de paarden bekijken. Ik zal wat meer gaan spotten op het duur met deze zoomlens. Maar dat komt met de vlog mee. En van de rit ga ik even verder. Nou, volgens mij heb ik nu de beste scherpte voor nu, mensen, dames en heren, zoals jullie zien. De camera die ik nu aan het werken mee ben, dat is de zoomlens. De zoomlens heb ik nu aan, zoals jullie het zien. Nou, ik ben nu de paarden aan het spotten, moet ik het zo noemen. Dus ik ben nu even bij de paarden. En volgens mij is dit een paardenstalling. Of een manege, laat even in de comments weten. Als je weet, dat ziet er ook wat jonger uit. Dan heb ik het over de paard hiervoor. Iets donkerder. De voorste paard eigenlijk. En dan niet de linker, maar de rechter eigenlijk. Die nu naar voren aan het lopen is. En ik heb het over die paard eigenlijk. Nou mensen, vanaf hieruit. Het is ook heet. Hey, hoor jullie dat mensen, trouwkijkers? Hoe noem je dat wat de paard net deed? Laat even in de comments weten. Nou, ik ga vanaf ook hier even heel snel door. Want ik krijg het heet aan mijn voeten. Zoals jullie zien. Nou, de zon schijnt heel goed. Nou, zoals jullie zien, ik ben hier zo. Paarden eigenlijk in principe. Nou, vanaf hieruit ga ik fietsen een beetje daar naartoe. En dan zien we even hoe de dag verder verloopt. Weet je, trouwkijkers. Of eerst een paar keer zeggen ze is nooit raak geschoten. Dat is sowieso waar. Dus dan gaan we kijken of we toch met een of andere manier deze camera kunnen gebruiken. De zoomlens. Hij is wat lichter. Fijner. Ik ga even mijn camera. Ik zal hem even hier neerzetten, mensen. Even kort hier neerleggen. Mensen, vanaf hieruit gaan wij door opnemen. Ja, communiceren met jullie een beetje buiten filmen en zo. En dan zien we elkaar heel snel, dan zeg ik. Nou, wij gaan die kant op fietsen. Ik weet niet of jullie dit kennen. Roy Club Shandy. Geen biertje, 0% alcohol. En daar gaan we ook mee doen. Nou, je ziet al best wel gemaaid is. Het zou enorm veel hooi zijn als je dit helemaal weg gaat. Zo, lekker geniet van de dag. Zon schijnt. Het is niet op de warmste. Gisteren was het denk ik tegen de 30 graden, denk ik zoiets. Dus het was ook fijn om de verkoeling te hebben in principe.
water is zout. Workout. Vlog. Ja, het is lekker. Lekker warm. Daar was zo. Ik had niks meer. Gewend. Elke dag dit doen. Ja, body en geest. Is één. Ja man, dames. Ik hoop dat jullie mij horen vanochtend. Hoop ik in ieder geval. Nou, de workout die wij gaan uitvoeren is als eerste sowieso buikspieren. Gaan we sowieso pakken. Je bent altijd welkom mee te doen, ja, toch? Voor de nieuwe kijkers, ik wil zeggen, blijf kijken en volgen. En je bent altijd welkom mee te doen, ja, toch? Dan gaan we even de workout starten vanaf hieruit. Ik heb mijn water met citroen. Mijn workout gaat lekker vanaf hieruit starten. Op de gemak. Naar beneden, maar wel met volle tempo een beetje. Ja.
Zo, mooi mensen, zoals jullie zien, het is je poor Ray VLA. Jullie weten zo nu wel, altijd blijven lachen, maakt niet uit wat er gebeurt, dus dat. En ik ben vol energie, enthousiasme. Zoals jullie zien, heel dag. Nou, de vlog is nog een vlog is gedropt, zoals jullie dagen zagen. 4 vlog gedropt een dag, vol energie nog steeds. Maar mensen, voor nu zeg ik, vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren, subscribe even op mijn YouTube channel. En dan zien we elkaar heel waarschijnlijk misschien snel, of misschien ook weer niet. Wie weet. Dan zeg ik, let's. Peace out, mensen.